Als professioneel sporter komt er een moment dat je moet gaan nadenken over wat je wil gaan doen als je later groot bent. Voor Koen van der Laak is het gelukkig nog niet zo ver, maar als oud-gediende van FC Groningen is hij wel als een van de eerste aan de beurt. Ik ben nu 29 en dan denk je inderdaad wel over na. Je blijft niet eeuwig jong en er is ook een carrière na het voetbal. Ik heb nu niks wat ik echt concreet heb. Ik heb wel dingen die me interessant lijken, zowel binnen als buiten het voetbal. En nou ja, dat is een beetje oriënteren wat je nou precies wilt. Webmarketing is ook wel leuk. ICT. Het toerisme trekt me ook wel. Spanje. Lekker rentenieren in Spanje. Als ik later rijk ben. Je kan altijd trainer worden. Dat lijkt me leuk. Maar ik weet niet of daar echt mijn droom is. Trainer zijn is toch een heel apart vak. En ik heb mijn trainingsdiploma ook nog niet gehaald. Dus daar zou ik eerst mee moeten beginnen. Om alvast wat ideeën op te doen, namen wij Koen mee naar de promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord-Nederland. Ja, dit is ook wel heel leuk, perslucht. In tegenstelling tot een aantal decennia geleden is het steeds gebruikelijker dat clubs spelers stimuleren om naast hun voetbalcarrière een opleiding te volgen. Als je er net tussenin hangt, dan is het heel belangrijk voor een speler om een opleiding te hebben. Om toch, als het niet goed gaat, om iets te kunnen doen. En Groningen is daar een goed voorbeeld van, dat die jongens een kans geven om een opleiding te volgen. Durf je dat? Ja, ik durf wel. Oké, nou kom maar dan. Hoi, Koen. Koen heeft een opleiding gevolgd aan het Johan Cruijff College. Dit instituut maakt het voor topsporters mogelijk om hun sport te combineren met een opleiding. Iets wat op reguliere scholen vaak niet mogelijk is. Het eerste jaar dat ik hier in Groningen was, ben ik daar aan begonnen. En dan zijn we met een aantal spelers van Groningen zijn we daar mee gestart. Met onder andere Arnold Kruiswijk en Levchenko. Nou ja, ik heb hem dan afgemaakt en Levchenko moet hem nog afronden. Maar dan gaat het wel de goede kant op. En dat is een opleiding die gericht is op marketing dan. En vooral de sportkant ervan. Dat is een mbo-opleiding en het lijkt me wel goed ook als je daar verder in wilt om uiteindelijk ook een hbo-opleiding ervoor te gaan volgen. Nee, die telt niet. Jawel, ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Soms word je niet door je leeftijd, maar door omstandigheden gedwongen om je sportcarrière te beëindigen. Koen liep een jaar geleden een zware knieblessure op en dat zette hem aan het denken. Ik ben nog redelijk jong, ik kan nog een aantal jaren door. Maar na zo'n blessure hoop je toch helemaal fit terug te komen. En soms maak je dan wel zorgen tijdens zo'n revalidatie. Dan twijfel je van, gaat het wel lukken? En dan ben je er inderdaad iets meer mee bezig van, hey, ja, wat als het niet gaat lukken? Dan denk je wel over na. Januari denken we, hoop ik. Jazeker. Ben je erbij? Mooi. Wat is dit? Oh. Oké, nou dankjewel. Oh. Ik heb wel honger moet ik zeggen, maar hier ook niet. Ja, het is heel moeilijk. Er zijn zoveel bedrijven. Alleen op dit moment is het voor mij nog het voetbal. En ja, dat vind ik toch wel het leukste. Dat is uiteindelijk het belangrijkste, is iets doen wat je leuk vindt. Ik heb wat dat betreft heel erg brede interesse. Maar als je iets zoekt wat je echt, waar je wilt gaan werken en waar je je beroep van wil maken, net zoals ik vroeger voetballer ben geworden, en dan is dat heel moeilijk. En je moet wel iets gaan doen wat je leuk vindt. Dus, en dan moet het allemaal bij je capaciteiten passen. Dus we zullen het zien over een aantal jaar. Dat is wel de mooiste tent, hè, dit. Van der Laan.